Nog een keer de hand. Okay. Moet ik mijn shirt uitdoen of aan? Gewoon het lekker aan. Nog een keer de hand. Allebei lachen. Evert, laat eens even horen waarom wij onsterfelijk zijn. Dat gaan we doen, we doen. Ga eens vertellen, kerel. Ik ben benieuwd. Ja. Nou, Frank die kwam gisteren bij mij en die zei me, vertel eens een verhaal. En vertel eens dit keer over onsterfelijkheid. Ja, en jullie weten waarschijnlijk als je me een beetje kennen dat ik alles ter plaatse verzin. Dus wat je hoort is maar één groot verzinsel. Dus neem het niet te serieus. Onderzoek het. En kijk of het een stukje voor jezelf waar is. En ik wil eigenlijk beginnen als we het over onsterfelijkheid hebben. Over een aantal centrale levensvragen. En ik denk dat een van die centrale levensvragen de vraag is, wie ben ik? En de tweede vraag die we allemaal hebben is, waar kom ik vandaan? En dan komt er een derde vraag en die derde vraag is, waar ga ik naartoe? Je kent ze, hè, Robert? Oh, zo hier. Je kent al die vragen. En zijn die vragen bij jou allemaal beantwoord? Nee. Goed, bij wie zijn die drie vragen allemaal al beantwoord? Ik ben er nog mee aan het worstelen, maar ik ben er bijna. Ik ben er nog mee aan het worstelen. Ik ben er bijna. Het komt eraan, maar nog niet helemaal. En ik ga jullie wat voorstellen. Nee, ik ga jullie uitdagen om die drie levensvragen in het vervolg op twee manieren te gaan bekijken. Nou, de eerste manier, daar hoeven we eigenlijk niks over te vertellen. Want jullie hebben alle boeken gelezen. Jullie hebben Robert zijn site gelezen. Frank's site, Robin's site, nou ja, Luc's site. Iedereen heeft tegenwoordig dan een site of een blog waar de waarheid op staat. Althans, de waarheid van die persoon. Want u weet, u heeft allemaal gelijk, hè? En uw waarheid is altijd waar. Voor u. Toch? Ja. Ja, hè? Ja, ik pak hem maar even. Dus wij hebben al die boeken gelezen, al die sites gelezen, al die heilige geschriften, al die Akasha records, al de bronbijeenkomsten, ringbijeenkomsten, spirituele gidsen. Dames en heren, we hebben ze, zoals we hier zitten, allemaal al een keer gehad. En soms waren ze gratis en soms hebben we er duizenden euro's voor betaald. Omdat we van niveau tot niveau tot niveau. En uiteindelijk bleek er nog een niveau te zijn. Wat zelf de cursusgever niet begrijpt. En dan zit je toch weer met een aards probleem. Dus ik ga er hiervan uit. Dat u allemaal die hele aardse piramide. Van het begin tot eind. En 12 keer heen en weer. Terug allemaal bewandeld heeft. Dat schept een band. Toch, Robert? Dat schept een band. Nou ja, mijn genen wijken af van die van jou. Mijn genen wijken af van die van mij. Hoe kom je daarbij? Nou, we hebben gemeen met de apen 95% of 98%. Wij misschien iets meer samen, maar ze liggen anders. Oké, ik ga jou een hele persoonlijke vraag stellen, Robert. Ben jij wel eens in dit leven dood gegaan? Ik heb wel eens het gevoel gehad, ja. Echt heb ik het niet kunnen beleven. Ik ben wel geïnteresseerd in de bijna doodservaringen. Oké, dames en heren, wat Robert nu zegt, is er iemand hier vandaag aanwezig die wel eens een keer een bijna doodervaring, daar komen ze al, een bijna doodervaring heeft gehad? We hebben er één, we hebben er twee, nou ja. Drie, het zou kunnen. Vier, ja. Vijf, zes, dat zijn toch al aardig wat? Zeven. Dames en heren, wie hier in het gezelschap is wel eens een keer uit zijn lichaam getreden? Wie? Ja, ik 8, zelf. 9, 10, 11, Robert zelfs. Dat ik was woest. Ik was zo kwaad, ik ging er helemaal uit mijn dak, letterlijk. Dus door jouw kwaadheid trad hij uit zijn lichaam? Ja. Als een cursus kwaad wordt, dan gebeurt het vanzelf. Dan weet je niet meer wat je doet, hè, Robert? Nee. Nee. Dus dan pak je ook niet zoveel op van dat uittreden. Nou, ik heb het wel onthouden. Dat kwaad zijn of hetgene wat je daar gezien hebt? Nee, ik heb niks gezien, maar ik was er wel uit. Je was er wel uit. Nou, hij is er ook uit geweest, dus dan ben je er even uit. Misschien ben je even uit je angst, zal ik maar zeggen. Maar we gaan verder, dames en heren, want we hebben de bijna doodervaring en het uittreden uit je lichaam gehad. Maar wie heeft er wel eens een keer aan remote viewing gedaan? Wat betekent dat? Nou, ik vraag het komt straks allemaal. Ik zie weer één vinger, twee, drie, vier. Maar ik zag niks. Het gaat, jij stie, no? Maar ik zag niks. Hij heeft er een remote viewing gedaan, maar hij zag niks. Daar komen we straks op terug. Dames en heren, wie heeft er wel eens een keer aan
lucid dreaming, helder dromen gedaan. Nou, dat is bijna iedereen langzamerhand. Dames en heren, wie heeft er wel eens gedaan aan channeling? Nou, kijk, en als ik nu iedereen een beetje bij elkaar optelt, heeft iedereen wel eens een keer een buitenaardse ervaring gehad. Mag ik de vingers zien die nog nooit iets ervaren hebben? Die eigenlijk op sterven na dood zijn, zal ik maar zeggen. Er zit er één daar. En Frank, dus de twee. Eigenlijk bij elkaar. Dus van al deze mensen die hier zitten, zijn er nog maar twee stervelingen. Begrijpt u wat ik bedoel? Ja. Want ik pak even een voorbeeld. Kan jij misschien even naar voren komen? De dame die bij dat rode lamp staat. Die met de armen keurig over elkaar zit met... En die achterop. Ik. Ja, die dame. Kom even naar voren. Op de stoel. Ik ken haar niet. Maar ze lijkt me wel leuk. Want ze staat steeds de vinger op. Je kent het maar. Je staat steeds de vinger op. Wat is jouw naam? Sylvia. Sylvia. Sylvia, ik heb een hele simpele vraag voor jou. Mm-hmm. Kijk, al deze mensen die hier zijn, behalve die twee, zijn onsterfelijk. Mm-hmm. Yeah. En als je onsterfelijk bent, dan ben je een keer uit je lichaam gegaan en dan kom je in contact met andere werelden. Mm-hmm. Misschien reis je wel naar andere werelden. Yeah. En dan is mijn vraag, wat heb jij meegenomen? Wat zijn de gaves, de talenten, de informatie, wat heb jij meegenomen? Eigenlijk heb ik ontdekt dat we allemaal hetzelfde eigenlijk zijn. Ik ben een tijdje geleden ben ik ergens geweest waar ik... onsterfelijk. wat ik ontdekt heb, ik was een tijdje geleden met een vriendin van mij mee geweest naar een bijeenkomst. En daar waren mensen die dus ayahuasca drinken, de helende groene thee. De hele dag? De helende groene thee. Oké, dat is de hele dag. Dat is een thee die Indianen onder andere drinken in het Amazonegebied. En die kan bewerkstelligen dat je dus in contact weer kan treden met je essentie, om het maar even zo uit te drukken. Dus je kan als het ware de brug weer slaan naar dat gedeelte wat voor de meeste mensen dus afgesloten is, omdat we dus in een realiteit zitten waarin wij dus bewust eigenlijk tegengehouden worden om naar die essentie te kunnen komen. In die ervaring, de eerste keer, trad ik uit mijn lichaam en ik zag iemand op een gegeven moment tegenover me zitten, die zat naar mij te kijken en ik zag ineens dat die veranderde in een andere bewustzijnsvorm. Je kunt het een alien noemen, ik kan het niet zo goed beschrijven, maar dat was wat ik zag. En ik stapte uit mijn lichaam vandaan en ik ontdekte ineens dat ik 6 meter lang begon te worden. En toen ben ik dus als het ware door de hele kosmos gereisd. Ik heb dus gekeken wat er zoal te zien was. Ik zag dus eigenlijk hoe groot we allemaal zijn. Ik zag hoe krachtig we allemaal zijn. En Heb jij iets meegenomen? Want je hebt heel veel gezien. Ja. Maar alle mensen, dat kan ik bijna garanderen, hebben iets meegenomen. Nou, wat voor mij dus heel belangrijk was, wat ik dus al veel gelezen had, maar wat voor mij een bevestiging was, wat ook rustgevend was, dat er wordt ook heel vaak gezegd, je weet niet half wat je eigenlijk bent. Je hebt zoveel potentie, je hebt zoveel mogelijkheden, we zijn veel meer dan we denken dat we zijn. En dat was voor mij eigenlijk de meest heldere boodschap. Dus vanuit dat uitgangspunt eigenlijk is voor mij duidelijk geworden dat als je de angst hè, voor het onbekende, als je dat kan loslaten, want dat is nergens voor nodig, dat is ook iets wat eigenlijk zo genetisch als het ware in je cellen zit, hè, dat je dat meegenomen hebt van geheugen op geheugen. En dat kun je ook weer resetten. Als je dus weer bij je essentie kunt komen, hoe groot en hoe krachtig je bent. En hoe majesteus, je kunt gewoon reizen, je kunt overal naartoe, alles is mogelijk. Mag ik dat als laatste? Even een applausje voor de dame hoor. Dankjewel. Ja, dankjewel. Wat was jouw naam ook alweer? Sylvia. Sylvia besloot met alles is mogelijk. Dus alles wat jullie allemaal vandaag bij elkaar bedacht hebben, en ik heb het over nulpuntapparaten, en ik heb piramides gezien, ik heb colloidal zilver, MMS, ik heb het water veredeld. Het is allemaal mogelijk en het wordt ook allemaal waar. Het wordt allemaal waar wat jullie allemaal op het ogenblik bij elkaar geloven.
Ik zeg niet wat jullie bij elkaar bedenken, maar ik zeg wat jullie bij elkaar geloven. En ja, ik hoorde op een gegeven moment een van dus de vorige sprekers die zei met ja, maar ik moet het toch eerst, dat was Dick, ik moet het toch eerst even vasthouden, dat verhaal. Maar het leuke van Dick is, eigenlijk is hij een werktuigbouwkundige, maar een gelovige werktuigbouwkundige. En dat is een bijzonder soort, want die zijn er bijna niet. Zonder het apparaat gezien te hebben, waar hij het over heeft, gelooft hij het al. En het zal door zijn geloof zijn dat het apparaat gaat komen. Of het nou dit apparaat wordt, Dick, of een apparaat volgend jaar of over een maand, ik weet het niet. Maar het komt bij jou omdat jij het nu al gelooft zonder het concreet gezien te hebben. En wij kennen de verhalen, hè? Wij geloven het pas wanneer we het gezien hebben, geproefd hebben, aangeraakt hebben, gebruikt hebben. Zo werkt de kosmos niet. De enige plaats in de kosmos waar dat namelijk het geval is, is hier op aarde. En daarom zijn we allemaal zo traag geworden in ruimte en tijd. Want dames en heren, de aarde is als gewoon dikke, trage stront. Tenminste, dat wordt ons verteld. Er wordt ons verteld dat er ruimte en tijd is. Maar iedereen die een keer een bijna doodervaring heeft gehad, of uitgetreden is, of aan lucid dreaming heeft gedaan, of aan remote viewing, weet dat ruimte en tijd een totale illusie is. Deze mensen leven vandaag al in een heleboel werelden tegelijkertijd. En ik kan zo een aantal mensen aankijken die nu even hier zijn, maar tegelijkertijd ergens anders zijn en zich daar ook nog bewust van zijn. Dat betekent je bewustzijn van meerdere levens tegelijkertijd. Er zijn ook mensen die hier in de zaal zitten, want er zit hier een hele mooie zaal met zonnetje erbij, die op een gegeven moment in diverse personen ter plaatse tegelijkertijd kunnen leven. Zij zijn even Robin, zij zijn even Wim, zij zijn even Frank, Luc en ga zo maar door. En op die manier krijg je de totale beleving van je schepping. Want ik zei al toen ik begon, we hebben allemaal de waarheid in pacht. We zijn allemaal waar. We hebben ook allemaal gelijk. En pas als wij al onze waarheden, onze gemeenschappelijke waarheden en het grote gelijk samenvoegen, dan ben je, dames en heren, weer een mens geworden. Want het woord mens is niet twee armen en twee benen, wat een beetje door, ja, ik zal maar zeggen, over de aarde heen dwaalt, 60, 70 jaar. Maar de mens is één mens. En u bent die ene mens. En ook die meneer die daar staat met zijn armen over elkaar en dat prachtige groene shirt. De meeste mensen hier die weten langzamerhand al dat ik gewoon alleen maar een verhalenverteller ben. Dus voor de rest wil ik niks bereiken. Ik geef de informatie ook al het gratis weg. Maar vandaag ben ik gekomen om te luisteren naar uw verhalen. Want uw verhalen zijn namelijk mijn verhalen. Dat zijn de verhalen waarin ik nog vandaag tekortschiet. Dus vandaag zou ik willen besluiten om van verhalenverteller, verhalenverzamelaar te worden. Ja, Robert en ik durf het je bijna niet te vragen. Zou je met mij op pad willen gaan om die levensverhalen van na de dood eens op de band neer te zetten? En dan ga ik jullie vertellen wat er gaat gebeuren. Op het moment dat niet alleen de bekende levensverhalen van deze aarde, dat zijn je talenten en dat je in Peru bent geweest, en dat je in Afrika bent geweest, en dat je een dochter en twee zoons hebt, dat zijn de verhalen op deze aarde. Daar wordt heel veel aandacht aan besteed. U kent ook alle verhalen van uitreden en channelen en hoe dat moet doen. Maar ze zijn nog een klein beetje verborgen. Hoe zou het zijn als wij allemaal kleine YouTube-filmpjes zouden maken? Honderden, duizenden YouTube-filmpjes waar de verhalen van na de dood in zouden staan. Komt na de dood dan op deze aarde? Worden leven en dood dan hetzelfde verhaal? En ik ben heel benieuwd naar die verhalen, want ik weet namelijk uit ervaring van de afgelopen jaren dat iedereen die een keer uit zijn lichaam geweest is, of uit haar lichaam geweest is, een prachtig verhaal te vertellen heeft. Ik weet ook dat de meeste talenten, de meeste ontdekkingen, en de ontdekkingen zijn hier alom, veel van die ontdekkingen hebben meegenomen van de andere kant. Mensen denken dat Einstein het vandaag verzonnen heeft.
Mensen denken dat Klaas en Pallas het vandaag op aarde verzonnen hebben. Maar het zijn mensen die stiekem nog 's avonds even weggaan en dan horen hoe het echt moet en dat nemen ze dan terug. Je kent dat wel, hè? Dat je stiekem even weggaat. Is nou zo'n gave of zo'n talent of kunnen uittreden, is dat bijzonder, dames en heren? Nee. Ja, ik moet alle mensen dan maar hier teleurstellen, want ik kom ze wel eens tegen. Ik ben de channeler of ik ben de gids van Abracadabra, want je komt ze overal tegen. En dan zeg ik, joh, doe het een keer zonder een tussenpersoon. Zeg nou gewoon, ik praat met mezelf. Want u bent toch ook alles, hè? Of bent u de tussenpersoon van A, B, C, D, E, F, G, heilige, aartsengel? Nou, u kent ze wel. De mensen die iemand anders vertegenwoordigen op deze aarde, maar nog net niet hun eigen verhaal durven te vertellen. Dus wat ik zou willen vragen, en misschien loopt er een cameraman met mij mee, is dat we Nederland gaan interviewen met hun talenten, met hun gaves, met hun informatie die ze bewust hebben meegenomen. Maar dat nog niet hebben durven uitspreken. Want als je dat gaat vertellen dat je dood bent geweest, dan zeggen we hier allemaal, dat is normaal. Maar zodra we daar de straat op gaan, dan zijn we abnormaal. Maar dat is niet waar. Want er is een onderzoek geweest, ja zelfs wetenschappelijk, dat meer dan 87% van de mensen in Nederland vandaag gelooft dat er wat meer is. Dat betekent de mensen die dood zijn gegaan, gechanneld hebben, een bijna doodervaring hebben gehad, lucid dreaming hebben gedaan, zijn al jarenlang in de meerderheid. Dus we zijn al in de meerderheid, maar we hebben ons nog niet helemaal massaal uitgesproken. Dus, dames en heren. Nee, het wordt alleen door jou tegengewerkt. Want er was iemand die zei, ik weet niet of het Dick, ja, Dick was het. Dick zei op een gegeven moment, ik doe niet mee met het aardse circus van negativiteit. Ik doe er ook niet aan mee. En volgens mij doe jij er ook niet aan mee. Nee, maar ik kan me herinneren dat er een lijn was en altijd energieën zag. En op een gegeven moment bij een oogarts terecht kwam, want niemand begreep waar ik het over had. Ja. En de oogarts die wist ook niet wat er met mij aan de hand was. Ik bedoel, dat zijn maar van die voorbeeldjes. Oké. Okay, en dan ga je dus aan jezelf twijfelen. Ja. Maar dan kom je op een gegeven moment met andere mensen in aanraking die hetzelfde zien. Maar je merkt wel dat je dus geacht wordt om dat niet te veel uit te spreken naar iedereen. Laat ik het zo zeggen dan. Maar het was belangrijk voor jouw persoon om dat ontkend gekregen te hebben. En de reden kan ik aan je geven. Wil je het verhaal horen wat ik doorkrijg? Ja. De mensheid ontkende jouw talent. Wil je horen waarom de mensheid de dokter het ontkende? Omdat het talent, het derde oog, ik pak maar even een naam, het derde oog in jou, wat in jou zit, kan je op twee manieren gebruiken. Je kan het fantastisch gebruiken om samen te leven, om samen te zijn, om samen te delen. Maar je kan het ook gebruiken om aan de top van de piramide te staan. Jij bent eens een persoon geweest die dat op een ongelofelijke manier misbruikt heeft, dat derde oog. Want als je namelijk helder kan zien en helder kan weten, dan kan je dat op een 100% manier doorgeven of 99%. En die 1% heet macht. En macht is geld en geld is nou een heleboel aparte zaken die op het ogenblik op deze wereld bestaan. Die oogarts heeft dat derde oog in jou ontkend, omdat hij van jou de opdracht kreeg om dat te ontkennen, waardoor jij kon onderzoeken waarom je dat derde oog niet mocht openen. Je hebt nu dat ayahuasca gebruikt. Als een tussenpersoon, als een hulpmiddel. Onderzoek maar eens een keer of je het zonder tussenpersoon, zonder wat voor hulpmiddel dan ook, direct kan gaan gebruiken. Vanuit je totale zelf. Nou, maar kijk, dat heb ik ook al gedaan. En ik kan me inderdaad een leven herinneren uit Egypte, maar ik kan ook andere werelden kan ik me herinneren. En ik denk het verhaal wat je dus zegt over die macht, ik denk dat we allemaal die spiraal als het ware gelopen hebben. Welkom bij de club. Ja. Weet je, en dat moeten we natuurlijk niet filmen, hè? Weet je dat hier, dat moeten we natuurlijk niet filmen, want nu gaan we gewoon belangrijke zaken. Weet je dat hier op het ogenblik, hier in deze zaal, alleen maar keizers, koningen en pausen en hogepriesters zijn? Voor de rest niks. Hier zijn geen mensen. Hier zijn alleen maar keizers, koningen, hoge priesters en pauzen. En waarom zijn we hier bij elkaar?
om elkaar te herkennen dat we soortgenoten zijn. Dat we allemaal, en dat is dat derde oog, maar bij de andere heeft weer een ander talent, wat zich nog niet geopenbaard heeft. Om dat eerst in jezelf op te lossen, waardoor je weer een evenwicht met die gave, dat talent, aan de gang kan gaan. Want oh, 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 dames en heren, ik hoop absoluut niet dat Dick dat apparaat morgen in huis krijgt. Koning, waar die het over heeft. Admiraal Gerard Beukenveld heeft het allemaal. Was dat God die we net hoorden? Het kwam helemaal uit het klooster. Dames en heren, om een heel lang verhaal kort te maken. De club die hier zit, heeft al die boeken gelezen, heeft al de cursussen gevolgd, heeft ofwel met een hulpmiddel of zonder hulpmiddel deze zijde en gene zijde gewoon bekeken. En misschien wordt het tijd dat het normaal wordt om te gaan praten over het leven na de dood. Want misschien is hetgene wat we nu beleven wel de dood. En is na de dood pas het leven. Wat ik daarom tot slot zou willen doen. Ik ben bijna 50 jaar. Kun je al zo weer nog ouder worden dan? Ja, je kan nog veel ouder worden. Ik dacht dat je al 70 was. Ja, dat gevoel had jij al. Nou, gewoon. Niet belangrijk. Maar wat ik gewoon aan jullie zou willen geven. Ik heb het talent meegenomen dat ik kan schrijven. En niet omdat ik zelf schrijf. Maar ik ga gewoon zitten en dan komt er van alles nog wat door. En dan denk ik aan het eind van het verhaal. God, dat is wel leuk wat ik doorgekregen heb. Ik ken dat. Je kent dat, hè? Ja. Want ik ben geen schrijver, ik ben een verhalenverteller. En ik heb alle verhalen die ik de afgelopen 12 jaar heb doorgekregen, op een cd-rom gezet. Dat zijn bijna 1500 pagina's. En die gaan over het leven na de dood, die gaan over uittreden, die gaan over in één jaar tijd 10 jaar jonger worden. Het zijn soms hele aardse zaken en soms hele spirituele zaken. Al deze verhalen wil ik gewoon aan jullie gratis geven. Misschien heb je er wat aan. Maar ik zou wel graag in ruil wat terug willen hebben. Dat is namelijk jullie verhalen. En ik hoop in de komende jaren om dat op video te zetten. Of in schilderijen. Of in een muziekpartitie. Of in alles waar jullie talenten zitten. Om dat bij elkaar te brengen. Waardoor het weer normaal wordt dat leven en dood eigenlijk één en hetzelfde zijn. Dus vandaag geef ik eigenlijk een stuk van mijn leven met alle verhalen die ik van de andere kant heb meegenomen in de afgelopen 12 jaar. En Robin, kan ik dat aan jou geven dat je dat op een gegeven moment op een of andere site zet? Of kan ik dat doen? We gaan naar huis. We gaan naar huis? Ja. Wanneer kan je dat ongeveer klaar hebben, Robin? Nou, ik ga eerst nog even 2 weken op vakantie en dan als ik terugkom, dan is het eind september en dan staat het er wel op. Oké, heb ik nog een vraag aan jou, Robin, een hele belangrijke vraag. Ik ga straks met een aantal mensen door het land, niet alleen door Nederland en België, maar ook naar het buitenland. En wij gaan al die levensverhalen van na de dood, zal ik maar zeggen, gaan wij verzamelen. Mogen we die verhalen ook bij jou op de site neerzetten? Ja, we kunnen er een verzamelpagina maken van al die filmpjes die je dan wel op YouTube zet, want anders kost het weer te veel energie, zeg ja. Maar. Maar dan kunnen we daar de alles bundelen. Oké. Okay. Nou, dames en heren, u hoort het. Ja. Als je dat kan doen, dan wil ik graag dat ik die verhalen ook krijg. Want ik ben de webbeheerder van de site van Pim van Lommel. Oh. www.pimvanlommel.nl. Nou, dan pak ik nog even de steun erom. Ja, dat is erg interessante site, hè? Precies. Ja. Hoppakee. Dankjewel. Dan ga ik dat zeker erop zetten. Alsjeblieft. En hoe zit het nou met de redactie van de Sociale Databank Nederland? Nou ja, daar had ik natuurlijk ook al aan gedacht. Verhaal, dames en heren. Dus mijn verhaal is eigenlijk dat ik hoop dat ik uw verhalen of jullie verhalen mag ontvangen, waardoor ik het zelf ook wat beter ga begrijpen. Want oh, 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 wat kan ik zelf soms verdwaald zijn. Maar door jullie vind ik mijn eigen weg wel weer terug. Ik dank jullie wel. Ja? Even
heel belangrijk. Ja, ik heb geen microfoon nodig. Die meneer praat over Pim van Lommel. Maar ik wil even, misschien kan hij even uitleg geven wie meneer van Lommel is. Want dat is heel belangrijk in deze factor. Wie is Pim van Lommel? Pim van Lommel? Ben jij Pim van Lommel? Nee. Nee. Vraag het maar uit. Pim van Lommel is een cardioloog, zet hij aan. Hij is een cardioloog, heeft in het Rijnzaten ziekenhuis in Arnhem gewerkt als cardioloog. En heeft, omdat er dus heel veel mensen op zijn pad kwam die een bijna doodervaring hadden meegemaakt, die de verhalen aan begon te vertellen, is hij een wetenschappelijk onderzoek gestart. Dat is hier, heeft hij een jaar of 10 mee bezig geweest. Hij heeft baanbrekend werk is doen op dit onderwerp. Omdat hij dus gewoon de hele wereld over vliegt om dit werk uit te dragen. En ik zie hem als een van de grote wetenschappers die bezig is eigenlijk om een paradigma verandering, verschuiving die nu op aarde plaatsvindt eigenlijk, om die mede uit te dragen. Hij is ook een grote vriend van en bekende van Erwin Laszlo. Dat is ook zo'n voorvechter van de nieuwe fysica. Dus ja, hij zit ook in een grotere platform om dit kunnen uitdragen. Dus ik denk die verhalen waar je mee gaat komen, die Pim van Lommel er zeer zeker in geïnteresseerd zal zijn, om die met name ook op zijn site te plaatsen. En welke site is dat dan? De site heet www.pimvanlommel.nl. Zeg dat nog eens mij langzaam. www.pimvanlommel.nl. Dankjewel. Aan elkaar. Okay. Nou, fantastisch. Hartstikke mooi. Oké. Okay.